Eind juli 1944 braken de geallieerden weg uit het bruggenhoofd aan de Normandische kust. Na een onvoorzien snelle opmars stonden de geallieerden begin september in België en waren zij de Duitse grens genaderd. Het zag er naar uit dat de oorlog nog voor kerstmis 1944 zou kunnen worden beëindigd. 17 september 1944 volgde de grootste luchtlandingsoperatie die ooit had plaatsgehad. De operatie Market Garden. Geallieerde luchtlandingstroepen zouden bruggenhoofden vormen over de Nederlandse waterwegen, zich snel meester maken van de Rijnbrug bij Arnhem en deze vasthouden tot het veldleger over Eindhoven en Nijmegen Arnhem zou bereiken. Zo zou de loper worden uitgelegd voor verdere operaties Duitsland in, dwars door Nederland en de Noord-Duitse laagvlakte richting Berlijn. De rivierovergangen ten zuiden van de Rijn kwamen in geallieerde handen. Maar de strijd om de Rijnbrug bij Arnhem liep uit op een jammerlijke mislukking. Op zondag 17 september 1944, de eerste dag van de slag om Arnhem, geeft de Nederlandse regering in Londen het sein tot de algemene spoorwegstaking. Naar aanleiding van een uit Nederland ontvangen vraag en na overleg met het opperbevel, mede in verband met operaties die heden in Nederland zijn aangevangen, acht de regering thans het ogenblik aangebroken de instructie te geven tot een algemene staking van het spoorwegpersoneel, ten einde het vijandelijk vervoer en troepenconcentraties zoveel mogelijk te beletten. Als geheime code wordt doorgegeven: de kinderen van Versteeg moeten onder de wol. Versteeg is de schuilnaam van ingenieur W. Hupkens, de president-directeur van de Nederlandse spoorwegen. Maar om de spoorwegstaking te kunnen financieren is er geld nodig. Veel geld. Er worden overvallen gepleegd in Utrecht op het hoofdkantoor van de Nederlandse spoorwegen, in Olst, Nijmegen en Rotterdam. Radio Oranje heeft daags na de oproep tot algemene spoorwegstaking al tot dergelijke acties opgewekt. Maandagavond, 18 september, klinkt het: op iedere Nederlander rust thans de hoge zedelijke plicht alle spoorwegmannen die als stakers moeten verdwijnen en onderduiken, bij te staan. Bij te staan met onderdak, schuilplaats, voedsel, kleren, geldelijke steun voor de achtergelaten gezinnen, onderdak voor de gezinnen zelf, indien dit nodig mocht zijn. Het is veel. Maar het gaat thans om de beslissing. Almelo. 30 jaar geleden. Het vierde oorlogsjaar. November 1944. De grootste bankroof uit de geschiedenis. Een buit van meer dan 46 miljoen gulden. 30 jaar geleden lag hier, in deze bank, ver over de 133 miljoen opgeslagen. In najaar 1944 was er in verband met de spoorwegstaking, de financiering van de spoorwegstaking, veel geld nodig. En een van onze mensen van de KP Almelo, de heer Smoes, die wist op een of andere manier bij de bank waar hij oorspronkelijk gewerkt had, dat er veel geld aanwezig was. Dit geld was aangevoerd uit Arnhem na de septemberdagen 1944. Na een korte bespreking heeft onze KP-ploeg daarvoor stemming voor gevraagd in Londen en op 7 november kwam die toestemming om die overval te plegen. Op 7 november is er een eerste bespreking bij slagerijsters in Wierden door een klein comité waarbij de werkzaamheden verdeeld werden. De bedoeling was om een week later bij elkaar te komen waar ook de rest van de deelnemers aanwezig zouden zijn. En dat zou plaatsvinden bij Café Vrielink in Haberinkhoek op 15 november. Enkele uren voor de overval heeft de heer Smoes de gang van zaken uiteengezet. Smoes zei ons daar onder andere: we hebben 60% kans dat de zaak misgaat. Wie zich terug wil trekken, kan het nu nog doen. Dirk Smoes, Douwe Mik en ik, onder de en Wisman,
Derk Douwe en Anton in die dagen hebben dus de bankkraak besproken bij Eshuis in Wierden. Toen we het zo ver hadden dat we zeker wisten dat we de bankkraak zouden gaan doen, zijn Herman Heften en Henny Meulenbelt uit Zwolle, die toch die middag naar Almelo moesten, ook in Wierden bij de slager gekomen. En toen hebben we besproken hoe we de bankkraak zouden doen. En verder dat in Café Vrieling de zaak verder besproken zou worden. Douwe Mik was 27 jaar, beroepssergeant, en is daarna bij de politie gekomen in Nieuwbuinen. En Smoes, Douwe en ondergetekende, dat was een kern die een groep hier hadden en een groep in Zwolle en een groep in Emmen. En ja, zo gingen we altijd maar van het een naar het andere adres. Ik ben geboren in Emmen in 1918. Ik was toen we de overval hebben uitgevoerd 26 jaar. Ik was ongehuwd. Ik was socialistisch georiënteerd in het geheim, want ik was bij de marechaussee en dan mocht je geen SDAP'er zijn. Ik werd in Brabant gezocht, binnen België te dood veroordeeld. En nadat ik in België gevlucht ben, ben ik nog weer actief in het verzet geweest in Rotterdam en omgeving. Van Rotterdam ben ik naar Twente gekomen en ten tijde van de overval was ik bij Eshuis in Wierden in Korst. Mijn naam is Herman Heften. Ik was tijdens de overval 24 jaar, fabrieker bij de Weerpalpen, ongehuwd. En was nogal actief in de socialistische jeugdbeweging, de AEC. Daaruit zijn wij en onze vrienden voorgekomen in het verzetswerk. Henk Bos was als jongste deelnemer geleend van de groep Annemarie, omdat hij in moest vallen voor Meulenbelt, die een broer had, die treffend op hem leek. Bos was 22 jaar, ongehuwd en van beroep elektricien. Henny Meulenbelt, 22 jaar oud, kwam van gereformeerde huizen, kon vanwege zijn op de bank werkende broer niet aan deze overval meedoen en heeft dus de buitenwacht betrokken. Ja, de achtergrond. Het is namelijk zo, ik ben in 1919 in Maarselen geboren. In 1940 werd ik opgeroepen voor militaire dienst en heb in Rotterdam het bombardement aan de lijve ondervonden. Het bombardement, dat was dusdanig iets dat ik dit nooit zal vergeten. Op dat moment is voor mij ook eigenlijk het punt naar voren gekomen dat ik deze bezetting nooit zou nemen en ik illegaal zou gaan werken. In 1943 ben ik dan hier in Twente terechtgekomen en heb direct eigenlijk weer contact gezocht met illegaliteit hier in Overijssel. In begin 1944 kreeg ik persoonlijk opdracht van de commandant van het gewest Overijssel om een speciale sabotagegroep samen te gaan stellen. De jongens hiervan die ik hiervoor heb gevonden, die kwamen hoofdzakelijk voort uit de socialistische jeugdbeweging en bestond uit 10 man in totaal. De taak van deze groep was in hoofdzaak het plegen van sabotage in het algemeen. Het opblazen van spoorlijnen, van viaducten, het assisteren bij droppingen, het vervoer van piloten, van wapens, alles wat er zo gedaan moest worden in die dagen. Naast deze opdrachten hadden wij ook in de tijd de opdracht gekregen als nodig was de Almeloze KP te assisteren. Dit is dan ook de reden geweest dat wij in november aangezocht werden door commandant van de KP Overijssel, namelijk de heer Smoes, om te assisteren bij die bankoverval. Wij hebben daar toen met 4 man eigenlijk de buitenwacht geleverd. Nou ja, na de bankoverval zijn wij praktisch uit elkaar gegaan en zijn allemaal op ons eigen weg eigenlijk het verzet gaan plegen, wat toen nog noodzakelijk was. Met over het algemeen elders in de provincie. Nou, ten einde een arrestatie door de Duitsers te voorkomen, gingen we in groepjes van 2 of afzonderlijk per fiets terug naar Almelo. Ik ging al eerder weg om de situatie in oogschouw te nemen en een briefje van 100 gulden in de bank te gaan wisselen om in de bank de situatie te kunnen op te nemen. Terwijl Douwe Mik om de bank heen met zijn tekening die wij gemaakt hadden, de zaak nog alles weer ging controleren.
toen het ongeveer duister werd, gingen we naar de bank en zijn we naar binnen gegaan. Toen kwamen we beneden in de bij de voorkluis en die kon de directeur volgens hen niet open krijgen. Toen ben ik hem bij de arm gepakt en ik zeg, geen flauwekul, deur open. Nou, en dat deed hij. Toen kwamen we bij de eigenlijke kluis waar het geld ligt. En dat is een cijferslot, die combinatie moet je weten. En ja, die kon je ook niet open krijgen. Toen heb ik gezegd, ik zeg, geen flauwekul meer. Je wordt binnen de 2 minuten neergeschoten. Als je die kluis niet binnen de 2 minuten open hebt, dan ben je lijk. Een gedeelte van het personeel wordt de gang rond de kluis ingestuurd.
ander gedeelte krijgt de opdracht de stapels bankbiljetten van 125 gulden uit de kluis over te pakken in kisten, die de middag van dezelfde dag zijn neergezet beneden door een bankbediende, de contactman van Dirk Smoes. Ondertussen blijven Jo Ribbers en Jan Grimmerink het huis boven de bank bezet houden. De bewoners moeten binnen blijven. Als de actie nog maar net aan de gang is, komt de koerierster Tini Michel, de verloofde van Henny Meulenbelt, aanfietsen. Ze heeft gehoord dat er even buiten Wierden op de weg naar Almelo op straat wordt gecontroleerd. En ze komt nog even haar broer, de jongste bediende en nog een paar andere bankbedienden waarschuwen, opdat ze niet de kans lopen opgepakt te worden voor werk in Duitsland. Het bericht van de straatcontrole wordt door Jo Ribbers, die in het huis boven de bank zit, doorgegeven naar beneden. Wanneer de 13e en tevens laatste kist boven staat, worden alle beambten beneden in de kluisruimte opgesloten. Tot 19:30 moeten jullie hier stilhouden. Gebeurt dat niet, hou er dan rekening mee dat buiten gewapende mannen klaarstaan om ons af te dekken. Het spijt me dat ik jullie dat moet veroorzaken, maar het is noodzakelijk. Via de goede lift krijgen jullie voldoende. Als boven de draaideur ingeklapt is en ze allemaal bij elkaar zijn, geeft Dirk Smoes Henk Bos een seintje dat hij de wagen kan laten voorrijden.
Het is omstreeks 7:00. Herman Hufton gaat naar binnen, de agentenkamer in. De telefoondraad moet worden doorgeknipt. Maar in dezelfde kabel zit een telefoonaansluiting en alarmdraad. Dirk, Douwe en ik hebben de zaak bekeken. Wij zien dat de auto wegrijdt zonder dat de mensen die erop moesten zitten erbij waren. Wij zijn vlug achter op de auto gesprongen en zijn Almelo uitgereden. We wisten niet waarheen die wagen moest. Ik wist alleen dat boerderij, die wij wel noemden de hondenkoning, omdat ze daar veel honden hadden, dat die daar naartoe moest. We zijn helemaal verkeerd gereden. En uiteindelijk hebben we dan de boerderij gevonden waar we moesten zijn. Toen we daar aankwamen stond een van die jongens op de weg. En die deed alsof hij niks wist, want die zei ik weet nergens van. Toen zei ik nog geen flauwekul meer, nu vlug zeggen waar we met die buit heen moeten, anders dan gaan we ook maar mee. En toen zei hij dan dat hij van de boer was waar we naartoe moesten. Om 7:30... Een 7:30 na afloop van de overval en ongeveer 20 minuten nadat de Nederlandse politie op de bank is verschenen, stelt de politie Gerbig, Hauptsturmführer van het Einsatzkommando der Sicherheitspolizei, op de hoogte van de overval. Deze man geeft onmiddellijk opdracht aan zijn plaatsvervanger, criminaalcommissar Hardegen, om met enkele mannen naar het gebouw van de Nederlandse bank te gaan en zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de gebeurtenissen. Daarna brengt Gerbig brigadevuurder generaal Dr. Schöngart, de bevelshaber der Sicherheitspolizei, op de hoogte van het gebeuren. Het onderzoek van de SD levert 2 aanknopingspunten op. Ten eerste, een voormalig employé van de bank, Dirk Smoes, is al geruime tijd ondergedoken. Ten tweede, een bankemployé uit Rijssen heeft een broer die expediteur is en hij is met zijn wagen sinds de namiddag al verdwenen. Hij heet Willem Minks. 'S Nachts maakt Gerbig van deze voorlopige gegevens melding aan dokter Schöngart en die stelt op zijn beurt Albin Rauter op de hoogte. Hij is de generaal der Waffen-SS, generaal der Polizei, höhere SS- und Polizeiführer für den besetzten niederländischen Gebieten. Rauter geeft dan het bevel om het geval met alle middelen tot klaarheid te brengen. Daarop stelt Gerbig met zijn plaatsvervanger Hardegen een leidraad voor het onderzoek vast. Ze zetten alles op de ene kaart dat Dirk Smoes en Willem Minks aan de overval moeten hebben deelgenomen en dat daarom volgens een vastgesteld plan de omgeving van Almelo moet worden uitgekampt om zo beide mannen te kunnen arresteren. Op de bewuste avond van de 15 november 1944 zijn wij met een aantal jongelui van de boerderij waar ik ondergedoken ben geweest naar de schaapskooi gegaan tussen Dalen en Dalenveen. Het waren Gerrit Kerkdijk, zijn jongere broer Jan Kerkdijk, Mine Kerkdijk, de dochter des huizes waarmee ik later na de bevrijding getrouwd ben, en ik. Ik was daar als Joodse onderduiker. En Herman Hufte die was bij ons gekomen en had ons gevraagd of we op een bepaalde avond een belangrijke zending, hij heeft niet gezegd wat het zou zijn, in ontvangst wilden nemen en of we dan op een bepaald uur bij de schaapskooi tussen Dalen en Dalenveen wilden zijn. Het was donker en mistig en toen we een uur gewacht hadden, waren we van mening dat we beter terug konden gaan. Toen we vanuit de richting van de boerderij over de heide het geblaf hoorde van een hond. Nou, toen ben ik de heide over lopen zo hard als ik lopen kon, natuurlijk, naar de boerderij. En toen was er net iemand geweest om te vragen hoe ergens stond. En
toen ben ik gewoon weer teruggelopen. Toen verder roep ik al, blijf maar wachten, ze komt eraan. En nou ja, even later wanneer ze droeg. Mine kwam toen over de hei teruglopen. En om de S heen kwam de auto aanrijden. Ze waren tegelijkertijd bij het punt waar wij stonden te wachten. En toen stond daar een grote vrachtwagen met daarop een aantal kisten met, zoals ons later bleek, geld van de bankroof van de Nederlandse Bank in Almelo, die zo even door de KP uit Almelo gepleegd was. De gezelschap kwam hier behouden aan op de boerderij en het paard werd uitgespannen. De wagen werd onmiddellijk in de schuur gezet, de deuren dicht, dus die zaak was binnen. Maar toen moest er geld overgebracht worden, want ik kon daar niet blijven zitten, maar die deuren moest nu het ogenblik weer los. Toen moest het hier was de situatie iets anders. Hier stond een oude schaapskooi en er was een klein paadje tussenbeen. Misschien een halve meter, 60 centimeter. Toen moesten de kisten van de wagen af, hierdoor, achter in een bunker die we daar ginds achterin gemaakt hadden, afgedekt met stro en turf en al dat ding meer. Maar dat paste niet, want die kisten die konden daar niet door. Dus dat geld werd overgepakt in zakken, naar achteren gebracht, de kisten op de kanten door en dat geld weer overgebracht. Dus dat klopte allemaal wel en dat was goed. Hier voorin hadden we nog een paar wagenwielen staan. Dat was voor de eerste inloop als er eens onverwacht bezoek kwam. Die stonden daar voorin. En toen, later bleek nog, toen met een 14 dagen, toen dat geld, met een week of 14 dagen, dat geld weer weggebracht naar Nederland. Maar toen bleek nog dat er nog een briefje van 25 gulden, dat zat nog aan de kant. Dat was tussen de stro gezakt. Nou ja, daar is in latere tijd, misschien wel twee maanden later, nog een pakje pruimtebak en een beetje Belgische check van gekocht. Dat is het enige wat we ervan gehad hebben. Dus, en dat was ook alles. 14 dagen na de geslaagde overval komt het toeval de Duitsers te hulp. Woensdag 29 november 's middags worden bij een straatcontrole bij het Diaconessenhuis in Almelo twee verzetstrijders aangehouden die op weg zijn naar de Achterhoek. Uit de motortas van een van hen, Berend Bruines, komt een stapel blanco persoonsbewijzen tevoorschijn. Beide verzetstrijders worden opgepakt en verscherpt verhoord in het gebouw van de Führer van Dienst, Bornessestraat 92. Berend Bruines slaat dan door en zegt dat ze met z'n tweeën persoonsbewijzen in café Frielink van onbekende personen hebben gekregen. Diezelfde avond doen de Duitsers met een paar landwachters een inval in het huis van Hendrik Frielink. Het was woensdagavond 29 november 1944. We lagen al in bed, mijn vrouw en ik. De onderduikers waren ook ter ruste gegaan. Het waren namelijk spoorwegmensen. Ook Willem Meens, de chauffeur van de 46 miljoen, was bij mij ondergedoken en sliep ook al. Plotseling komt Willem Meens, klopt op de deur en zegt: hoor je dat niet? En toen hoorde ik het ook in één keer een lawaai en een geklop. Roos, oudsteen. Ik naar beneden, ik denk, ik heb toch geen last, want ik had een oudswijs. Ik was namelijk een blokhoofd van de luchtbescherming, dus ik mag me gerust op straat begeven. Ik deed de deur open en daar stonden ze, de SD'ers. We worden het pand binnengebracht van de kok, Willem Mengs en ik. We komen daar binnen en mijn broer zit er al. Hij bloedde uit zijn mond en hij deed nog even zo. Niks zeggen. Nou, we werden verhoord en ik ontkende alles. Ze vroegen mij of ik wist wie Dirk Smoes was, wie Douwe Mik was. Ik zei, ik ken ze niet. Ja, allemaal door verhoord, niks zeggen. Toen zeggen ze tegen mij, maar over 2 minuten weet u het wel, wie Dirk Smoes is en Douwe Mik. Ik denk, ja, even nadenken. En toen kwam er eenmaal dat Bruintje, Bruinisse, ze noemden hem zijn schuilnaam als Bruintje of zijn illegale naam, Bruning, wordt binnengebracht. Huilend. En toen zei ze, ken je die meneer? Ik zeg, die ken ik niet. Heeft die nooit eerder gezien? Ik zeg, nooit eerder gezien. En nou, ik raak er ook wel van onder de indruk. Ik denk, ja nou. Toen zegt Bruning in één keer, Frielink, zeg alles maar, want ik heb alles verteld. Dat je Dirk hebt opgehaald en Douwe. Nou, hoor je het nou, zeiden ze tegen mij. Ik zeg, ja. Ja, ja, hoor je het nou? Ik zeg, ik heb wel vaker mensen opgehaald, maar voor boodschappen en zo. Ja.
Dus je weet ook wel waar ze zaten. Ik denk, ja, ik wist wel waar ze zaten natuurlijk, want ik had hem zelf opgehaald. Maar, nog maar allemaal iets terughouden, nog afwachten. En toen zegt ze, weet je nog geen boer Noordergraaf? Ik zeg, ja, Noordergraaf, er wonen zoveel boeren bij ons in de buurt. Ja, maar je bent toch wel bekend in de buurt, je weet toch wel wat Noordergraaf is? Toen dacht ik bij mezelf, ik denk, ja, wat moest ik? Want Bruning had alles verklaard. Ik denk, laat ik het maar zeggen. Maar ondertussen dacht ik, want we hadden altijd gezegd dat ze ons zouden oppakken hier en bij mij thuis en bij Noordergraaf, dat we elkaar zouden waarschuwen. Dus dacht ik, dat zit wel goed, ze zijn wel weg. En toen zei ik, ja, heel precies, maar hij woont ergens in de buurt op Tubbergena. Maar toen zat nog een andere broer van mij, zat er ook, met een bediende hier uit de bakkerij. En die zeiden, nou, dan weten zij het wel. Nou, zij, weg. En het duurde nog een heel tijdje en ik denk, goddank, er is niks gebeurd, ze zijn weg. Maar eindelijk, daar kwamen ze binnen met Douwe en Dirk. Nou, ik dacht werkelijk dat ik door de grond zakte. Dirk Smoes en Douwe Mik zijn nu opgepakt. Ze staan onder verdenking van uitgifte van clandestine persoonsbewijzen. Wie ze werkelijk zijn, weet de SD niet. De persoonsbewijzen van beide mannen zijn vals. Een dag later, donderdag de 30e november, wordt Dirk Smoes geconfronteerd met een landwachter uit Vriezeveen, zijn vroegere buurman. Deze man herkent hem. Dirk Smoes zegt dan wie hij werkelijk is en Douwe Mik doet hetzelfde. Nadat Dirk Smoes die donderdagmorgen urenlang verhoord is, legt hij bij Gerbich een volledige verklaring af, maar alleen voor zover het hem en Douwe Mik betreft, zonder dat hij dus de namen van de mededaders noemt. Tegenover de politieke opsporingsdienst zei Gerbich na de oorlog hierover: ik heb daartoe ook niet bij hen aangedrongen. Ik heb Hardeken, die later Dirk Smoes en Douwe Mik uitvoerig heeft verhoord, mijn wens te kennen gegeven dat deze twee mannen niet verscherpt verhoord zouden worden. Hij heeft deze wens ook gerespecteerd. Wat mij ertoe bewogen heeft, was de hoogachting die ik voor deze twee tegenstanders van mij voelde en het elan, de elegantie en de moed waarmee de twee de overval geleid hebben. Uit een en ander is het Gerbich duidelijk geworden dat het geld in de buurt van Daarle of Daarleveen is verborgen. Gerbich is nu van plan om, als Smoes en Mik de plaats niet willen zeggen, de hele omgeving huis voor huis te laten doorzoeken. Als hij Smoes en Mik vertelt wat hij van plan is, zien beide mannen in dat ze door niets los te laten de zaak alleen maar een tijdje kunnen tegenhouden en dat door een uitkammen van de omgeving de bewoners erg veel last van de opsporingsactie zullen ondervinden. Want het ligt voor de hand dat er dan veel illegale zaken aan het licht zullen komen. Een compromis is dan de beste oplossing. De beide mannen zullen Gerbich zeggen waar het geld verborgen is, op voorwaarde dat daarmee een streep onder het onderzoek zal worden gezet en verder geen mensen meer worden opgepakt. Het is donderdag 30 november rond de middag. Drie personenwagens met een bezetting van 8 à 10 man SD en landwacht gaan op weg naar de rij van Nijland in Daarleveen. Douwe Mik moet de expeditie, die onder leiding van criminaalcommissaris Hardeken staat, de weg wijzen. Nadat ze een paar keer verkeerd zijn gereden, komen ze om ongeveer 1:30 bij de boerderij aan. De mannen die daar zijn worden buiten ondervraagd. De schuren worden doorzocht, maar het levert niets op. Pas als Douwe Mik, boer Nijland, zegt dat Dirk Smoes en hij alles hebben verteld, dus dat het beter is als hij de plaats aanwijst en dat hem en de anderen niets zal gebeuren als hij het zal zeggen, worden de 13 kisten met de buit van de grootste bankroof aller tijden gevonden. Boer Nijland moet de 46 miljoen met paard en wagen onder bewapende begeleiding terugbrengen naar Almelo. Daarna mag hij naar huis terug. Gerhard Nijland, zijn zoon, moet de plaats aanwijzen waar het geld eerst verstopt is geweest. Maar hij leidt het spoor niet naar de boerderij van Kerkdijk, maar naar de buren. En doordat bovendien een koerierster de familie Kerkdijk op tijd heeft kunnen waarschuwen,
kunnen ze een goed heenkomen zoeken over het land. Enkele dagen later leidt het spoor de SD toch naar de boerderij van Kerkdijk. Boer Kerkdijk en zijn broer, die zijn achtergebleven, worden meegenomen en de boerderij wordt leeggeroofd. Het politierapport van Almelo vermeldt op vrijdag 1 december... Het geld, afkomstig van den roofoverval op het bijkantoor der Nederlandse Bank, de dato 15 november 1944, gepleegd, is door den Untersturmführer Hardeken van de SD al hier, te Vriezeveen in beslag genomen, terwijl 3 der daders zijn gevat. Het onderzoek wordt door de heer Hardeken voortgezet. De 7 jonge mannen die in verband met de bankroof zijn gearresteerd, blijven in het Almeloze huis van bewaring, waar zij wachten op transport naar de gevangenis. Het zijn Dirk Smoes, Douwe Mik, Willem Meens, Hendrik Vrielink, Gerard Vrielink, Berend Bruines, Gerard Nijland. Op zaterdag 2 december, 's middags, worden de mannen zwaar geboeid naar de gevangenis De Kruisberg bij Doetinchem gebracht. 'S Morgens heeft Dirk Smoes vlak voor zijn vertrek nog een briefje mogen schrijven aan zijn vrouw. Zoals je zeker wel gehoord zult hebben, is het toch zover gekomen. Het is lang goed gegaan, doch op het laatste moment ben ik toch gestrand. Het spel is gespeeld en ik heb verloren. Laten ze zich niet laten afschrikken door mijn arrestatie, doch trouw aan hun overtuiging blijven. Trouw aan vaderland en volk. In de Kruisberg geven de mannen de moed niet op. Via de gevangeniskapper en een paar bewakers zoeken ze contact met Almelo. 24 januari 1945 schrijven de jongens een brief die uit de Kruisberg wordt gesmokkeld. We bevinden ons in Doetinchem, in het Rijksopvoedingsgesticht De Kruisberg, dat op het ogenblik dienst doet als gevangenis. Dirk, Douwe en Willem bevinden zich met nog 2 anderen in een cel in de rechtervleugel van het gebouw. Tweede raam van voren, gemakkelijk te herkennen aan een ruitje die door ons is stuk geslagen, namelijk het tweede rechtsboven. Als wij erdoor kijken, zien we een gracht van ongeveer 3 meter. Daar vlak achter een grindweg. Verderop broeikassen en een tuindorp. Aan deze kant van het gebouw bevindt zich bewaking, omdat dat de zwakste zijde is. Hier loopt namelijk overdag 1 landwacht en vanaf 's avonds donker tot 's morgens 2. Zij lopen tussen de gebouwen en de gracht. We hebben al verschillende brieven aan jullie verzonden, met evenveel plannen voor onze bevrijding. Tot nog toe echter niets van jullie gemerkt, zodat we moeten aannemen dat de brieven niet zijn overgekomen. Want dat jullie ons zonder meer in de steek zouden laten of geen enkel risico zouden nemen, wil toch niet bij ons opkomen. Daarvoor kennen we elkaar toch te goed en hebben we samen te veel meegemaakt. Een paar keer gaan mannen met de fiets op weg naar Doetinchem, maar de groepjes zijn te klein om een overval te kunnen wagen. Bovendien schijnt de Kruisberg van een extra bewaking te zijn voorzien. Albert Wisman, een van de mannen van de kernploeg die de bankroof pleegde, neemt nu contact op met een knokploeg uit Enschede. Hij wil proberen om met een kleine groep uit Almelo, aangevuld met 15 mannen uit Enschede, de wacht te overmeesteren en de mannen in de Kruisberg te bevrijden. Maar dan horen ze, in Doetinchem aangekomen, dat de mannen al op transport zijn gesteld naar Duitsland. Pas later komen ze aan de weet dat die informatie onjuist is geweest. Slechts Hendrik Vrielink kan nog getuigen van de verschrikkingen die de jongens tijdens en na transport naar Duitsland hebben doorgemaakt. En tenslotte de dood brachten aan Dirk Smoes, Douwe Mik, Willem Meens, Gerard Vrielink, Berend Bruines en Gerard Nijland. Alleen Dirk Smoes en Gerard Nijland bleven in Nooijegam achter. Daar zijn we gebleven tot de bevrijding toe. We moesten daar nog een andere kamp bouwen in de buurt. Toen zijn we op 2 mei bevrijd door de Fransen, Franse bezettingstroepen. En toen zijn we zo langzamerhand via transporten van
Ludwigsloes, dat lag bij Weubelin, naar Nederland vervoerd. Alleen ik ben ervan. De hele overvallers zijn eigenlijk overgebleven. Of mensen die hielpen aan het overvallen op de Nederlandse bank overgebleven. Ik heb altijd het standpunt gehuldigd en verdedigd dat, vooral ook naar aanleiding van de publicaties die geweest zijn over deze bankoverval, je werd afgeschilderd als helden. Ik geloof zelf niet in het bestaan van helden, laat ik het zo stellen. Want bij elke opdracht die ik persoonlijk heb gekregen, heb ik nog altijd een zeker gevoel van angst gehad. Ik was geen held, ik was bang. Maar je deed het omdat je moest het doen. Het was een heilig iets dat van binnenuit kwam. Je moest verzet plegen en dan kon je niet onderuit. Daarom geloof ik zelf niet in het bestaan van helden. Kijk maar de doorsnee. Mensen die ook verzet hebben gepleegd, dat zijn ook doodgewone jongens zoals de 12 man in een dozijn zitten.